Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. The Truth. Yo boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Ja, boys and girls. Jullie weten welke dag dat het is. Jullie weten wat voor video dat ik aan het maken ben. Want zoals jullie aan de titel kunnen zien, wat ben ik van plan bij EA Sports FC 24. Oké. Ik heb nu net vandaag EA Sports FC 24 gepreorderd. Samen met EA Play te nemen. Dus vanaf 22 september kan ik beginnen met opnames knallen voor EA Sports FC 24. Dus vanaf 22 september ben ik aan het opnemen. De eerste video komt ook rond die periode online over EA Sports 24. EA Sports FC 24 zal ik het zeggen. Ik ga dus een weekje voorhand beginnen mijn mijn opnames te knallen. Ik heb dus de 10 uur early access dat ik kan gebruiken om toch al wat een goede team te maken op EA Sports FC 24. Ik ga dan beginnen SBC's te doen, draftjes te doen. Ik ga vooral draften doen, SBC's doen, proberen een mooi team te maken. Dat ik tegen die vrijdag 29 september echt wel een team heb. Waarmee ik dus dat weekend al squad builds kan spelen. Misschien wat Division Rivals kan spelen. Zodat ik toch al wat packjes kan klaarzetten. Voor, voor een packopening te doen. Ik kan dus ook met de eerste promo meedoen. Dat zal een Nike promo of iets moeten zijn. Ik ga eens opzoeken, EA Sports FC, first promo. PlayStation exclusive zou het moeten zijn. '24 first promo. Ik heb gelezen dat is dat het iets van een Nike bonus, Nike promo zou zijn. Ik denk dat het een Nike promo zou zijn. Access to the Nike campaign dus. Ja, EA Sports FC. EA Play krijgt dus ook. Dat is ook een soort deel van de Ultimate Edition. Maar dan voor 10 uur. 10. En ik heb er €71 aan betaald op de PlayStation, €71,99. Dus €72 eigenlijk op de PlayStation heb ik ervoor betaald. Om toch plus €25 voor EA Play. Maar dan heb ik wel EA Play en dus EA Sports FC 24. Maar wat ik ook voor EA Play heb is F1 2023, F1 2023 proefversie. Ik heb een F1 2023, ga ik ook een video over maken. Ga ik een race en video's over maken. Ik weet dat die game is al meer dan een jaar oud. Maar ik ga daar meerdere video's over maken op dit kanaal. Er komt niet alleen dus FIFA Online in de zomer. Alleen ook in de maand augustus. Ga ik proberen F1 2022 en F1 2022 content te uploaden op dit kanaal. Ik ga proberen zoveel mogelijk F1 2022 content te maken op dit kanaal. En begin september ook.
Ik ga nog één FIFA video maken, ben ik nu aan bezig. As we speak, op 17 juli ben ik aan bezig om gewoon een FIFA video nog te maken. Die dat ik gewoon nog een weekje ga laten doorgaan. Dus ja, ik ben dus bezig aan eSports van FIFA 23 footies. Ik hoop dat ik nog een... Ik ga nog twee FIFA video's klaarmaken. Eén voor footies. En één waarmee ik level up team 2 ga eindigen. Dus level up team 2 en dan footies ga ik ook nog een video over maken. Dus dat gaat een thema team 1 zijn. Dus ja, dit is zo'n beetje hoe dat ik deze video dus aan het pushen ben. Hoe dat ik nu dus mijn video's maak. Dit is team 1, video 1 van eSports FC. In september gaan we sowieso beginnen knallen met eSports FC. 22 september. Ongeveer 22 september, niet de eerste video, maar ik ga zien hoeveelste september ik de eerste video ga uploaden van eSports FC. Dat gaat de 26 september ga ik de eerste FIFA video uploaden. Eerste video uploaden van eSports FC. Ik ging altijd FIFA video. Eerste video van eSports FC. En tot dan komen er. Tot eigenlijk vrijdag 22 september komen er ongeveer wat F22 video's online. Dus smash dan zeker de like button. Dus wij gaan nu vooral doorgaan. Ik kan nog twee FIFA video's maken. En dan ga ik doorgaan naar F22 video's. Die zijn makkelijker op te nemen. Moet ik minder tijd steken om die op te nemen. Omdat ik op op FIFA steek ik daar toch wel een hele week tijd in. F22 kan ik race per race opnemen. Dus ja, tegen dat we in Monaco zitten of tegen dat we in Silverstone zitten, zal het al wel eSports FC tijd zijn. Dus ja, dit is zo'n beetje deze video geweest. En dan gaan we nu overschakelen naar de outro. Allee, dat ik de outro ga doen. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Dit was dus een beetje wat ik wou doen met eSports FC 24. Dit is zo'n beetje de video geweest. Hebben jullie de video geenjoyed? Like dan zeker deze video. Abonneren beneden voor wat meer content omtrent eSports FC. Vanaf 26 september komt er eSports FC content op. En dan zie ik jullie guys graag terug bij de laatste FIFA video. En dan nog een vlogje ertussen. En dan nog een FIFA video. En vanaf dan F1 2022 content. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie guys graag terug bij de FIFA video. Of de vlog. Gaat zien hoe dat ik het ga plannen met mijn YouTube. Dus ja, ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe FIFA video. Die FIFA video komt ergens online. Ik weet niet wanneer. Dus ja, ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe FIFA video. Of een vlog. Ik zie jullie guys dan. Bye bye. I walk around like that nigga. Nigga on the trigger. If I look the most, I smoke. I let it drop.